Ja, Sjoerd Arends proficiat met de overwinning. We hebben gehoord Bayern München, klopt dat? Transfer? Nou, transfer weet ik niet, maar er is wel interesse inderdaad. En hoe ver zijn jullie al met praten of is er niemand van Bayern op bezoek geweest? Nou goed, de eerste contacten zijn gelegd en ze hebben kenbaar gemaakt dat de interesse er is. En dat is wat er op het moment speelt. En dat is ook je droom om in een grote competitie te spelen, neem ik aan? Nou ja, goed, gaat op het moment om het tweede elftal, waar ik dan in principe eerst in zou komen. En die spelen gewoon derde divisie in Duitsland. Dus goed, dan kunnen we nog niet echt spreken van een grote competitie natuurlijk. Nee, maar het is wel het grote Bayern München met Robben en zo en Van Gaal. Dus dat neem ik aan dat het ook wel leuk is om daar te komen spelen, als het gaat. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel op het moment dat hun contact op me nemen, is het natuurlijk wel een eer om dat te horen. Alleen goed, ik heb het hier best wel op het moment ook uitstekend naar mijn zin. En we gaan voor het kampioenschap. En ik heb een vriendin die op het moment hoogzwanger is, die in januari gaat bevallen. Dus wat dat betreft zou het ook niet wenselijk zijn om nou te verhuizen naar het buitenland. Ja, en daarbij net wat ik zeg, het is ook voor het tweede elftal. Dus goed, we moeten allemaal alles maar even naast elkaar zetten en kijken wat eruit komt. Oké, en dan wachten we af. Bedankt voor het interview. Graag gedaan.